Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe live-uitzending. Ik ga eventjes alles klaarzetten en kijken of ik jullie kan vinden en of jullie mij kunnen vinden. En dan gaan we zo meteen gezellig van start. Vanmiddag gaan we aan de slag met de nieuwe Little Blossom collectie. Die ligt sinds vandaag ook in de hobbywinkels. En het is weer een superleuke collectie. Ik heb een aantal voorbeeldjes heb ik al kunnen maken. Die ga ik straks ook laten zien. Ik ga ook de nieuwe producten even laten zien. En dan gaan we er vanmiddag ook nog een creatie mee maken. En deze keer wil ik met de nieuwe Reveal Wheel Mal aan de slag gaan. Tenminste, ik hoop dat dat allemaal gaat lukken. Dat is in ieder geval de intentie om te gaan doen. Nou, ik zie de eerste kijkers alweer binnenkomen. Superleuk. Ik wacht even totdat jullie mij gevonden hebben. Nou, het is een hele mooie, vrolijke voorjaarscollectie eigenlijk. Gewoon, keer weer wat nieuws, wat vernieuwends. Een peperpetje, wat mooie stansmalletjes erbij, wat mooie stempeltjes erbij. Nou, eigenlijk zou Marianne Rijgersberg deze collectie gaan introduceren. Maar er kwam even wat anders bij haar tussendoor. En toen kreeg ik de vraag of ik in wilde vallen. Dus ik heb... eigenlijk last minute nog even een aantal voorbeeldjes kunnen voorbereiden. Niet alles kunnen uitwerken, maar goed, in de loop van de tijd kunnen we jullie vast nog wel meer laten zien. Nou, de eerste kijkers zijn binnen, dus ik pak mijn kopje thee erbij. Ik ga de spulletjes gewoon langzamerhand laten zien. En dan gaan we zo aan het knutselen. Nou, deze nieuwe collectie, hij is super leuk. Hij is niet zo heel erg groot, dus dat valt op zich nog wel mee. Nou, deze keer hebben we een heel mooi paperpad. Studio Light komt nu met, als het scrappapier is, zeg maar, dan worden het paperpads op het formaat van 30,5 bij 30,5. En daarin zit dan 12 vel dubbelzijdig designpapier. Nou, hierin zitten van die hele leuke plaatjes met die meisjes, de konijntjes, een bloemenpot. Dus je kan er ook gewoon een verjaardagskaart of iets dergelijks van maken, gewoon met bloemen. Aan de achterkant zit een mooi roze papiertje. Alles zit er twee keer in. Deze hele mooie met een mooi zeeaanzicht. Met aan de achterkant een heel mooi streepje met een bloemenboeketje. Daarin zit een heel mooi paars achtergrondvelletje. Een beetje watercolor met stipjes. En aan de andere kant ook weer die mooie meisjes. Ook een vogelhuisje erbij. Een gedeelte hiervan zou je kunnen gebruiken. Het is echt superleuk vrolijk papier. Er zitten twee velletjes bij met van die knipplaatjes. Dus allerlei leuke elementen om uit te gaan knippen. Met aan de achterkant mooi blauw papier. Maar ja, dat vind ik natuurlijk zonde om die kant te gaan gebruiken. Ik zou gewoon beide gaan gebruiken voor die knipelementen. En als laatste zit er een hele mooie in. Oh nee, ik lieg. Er komen nog één. Papier is vandaag in de hobbywinkels binnengekomen, dus vanaf vandaag is dit ook verkrijgbaar. Een hele leuke met dat meisje, een hondje op een schommel, een konijntje onderin. Met aan de achterkant een hele mooie groene met hartjes. En de laatste een hele mooie met bloemen. Met heel mooi roze aan de achterkant. Nou, dat zijn de verschillende scrapvellen die in dit pakket zitten. Die gaan we eventjes opbergen. Die hebben we niet meer nodig. Dan hebben we daarbij hele mooie stansmalletjes. Een setje, dit is de Love Friends. Dus die heeft de teksten Love en Friends. Kun je aan de achterkant wel zien. Daarbij zit hele leuke takjes. Een bloementoefje en een hartje. Een hele mooie met een framepje. Hierin passen ook weer die cirkel doily of cirkel shaker malletjes.
Dus je kunt hier weer een leuke shakerkaart van gaan maken. Er zitten leuke blaadjes bij. Hier zit nog een leuk takje, een bloemetje, hier een bloemetje en de tekst Hello Little Blossoms. Kijk, dus de shaker blisters die passen hier weer bij. Een hele mooie met twee open vlinders. Kan ik jullie straks ook een voorbeeld van laten zien. Ontzettend leuk. Een Happy Blossom achtergrond laat ik zo meteen ook nog even zien. En dan zijn er vier stempels. Een hele mooie met Sending You Sunshine met een bloemenboeketje. Hier zie je hem wel ingekleurd. Een hele leuke ovale blossom. En dat is dus deze stempel is weer los en het is een losse ovale stempel. Dus je kunt ze apart van elkaar gebruiken en je kunt hierbij ook weer die shaker blister gebruiken. Een hele leuke met van die meisjes waarmee we dus van die leuke zelf ingekleurde stempelafdrukjes kunnen gebruiken. Kun je natuurlijk weer inkleuren met de nieuwe light markers van Studio Light. Een leuke tekst erbij. Dus hier zie je wel het voorbeeldje. En nog een leuke met Best Friends. Make the good times better and the hard times easier. Dus super leuk. Easier, sorry. Wel goed lezen. Dat zijn in principe de nieuwe producten uit deze collectie. Nou, ik had gezegd dat ik een paar voorbeelden had. Nou, die wil ik jullie even laten zien. Dit is bijvoorbeeld één voorbeeld. Hier heb ik die mooie ronde mal. Dat is deze. Die heb ik hier achter verwerkt. Die blaadjes die gaan dus ook een beetje omhoog. Je kan het bloemetje dus ook nog opbouwen in verschillende kleurtjes als je dat leuker vindt. Ik heb hier de leuke takjes weer opgebruikt. Hier zitten leuke takjes. Ik heb er wat teksten bij gebruikt. En voor de basis heb ik bij deze een grunge mal gebruikt. En dat is deze grunge slimline mal van Studio Light. En dat is de SL-GR-CD88. Dus die grunge mal die heb ik bij deze gebruikt. En daar zie je ook die ticket hier wel. Dus dat is een van de ideetjes wat je kan doen met deze leuke collectie. Dan heb ik met diezelfde grunge mal, dacht ik, is het wel leuk om nog een voorbeeld te maken. En dat is deze leuke shaker card geworden. Dus hierin zit leuk schutmateriaal. Ik heb met deze dus een leuk framepje gemaakt. Dat framepje heb ik in mijn papier uitgestanst. Een gekleurd kadertje er weer omheen. Ik heb de leuke takjes erbij gebruikt. Ik heb de tekst Hello Little Blossoms. En die takjes van dit setje gebruikt. En ik heb hierbij dus die hele toffe vlinders gebruikt. Kijk, die zijn toch gaaf. Dus ik heb ze gewoon in het wit uitgestanst. En ik had zoiets van, nou, daar krijg je gewoon echt een leuke, chique kaart van. Dus dat kan je er ook mee doen. Dat zijn dus twee voorbeeldjes met diezelfde slimline mal. Hetzelfde papier, alleen andere opstelling. Dan heb ik ook nog een kaart gemaakt met deze stempel. Dat is die Oval Blossoms. Heb ik dus mooi ingekleurd. Heb ik ook een shaker van gemaakt en dus de ovalen shaker blisters bijgebruikt. Ingekleurd met de light markers van Studio Light. De tekst daarvan, die komt dus weer van dit setje. Dus de tekst die erachter zit, komt dus van een andere. En de achtergrond heb ik bij deze ook gemaakt met de watercolor markers. Dus de light markers. En last but not least, dat is het laatste voorbeeldje wat ik heb. Dat is dus deze. Dat is met die reveal wheel mal, waar ik vanmiddag ook mee aan de slag wil gaan. En even kijken. Ik heb dus de tekst Happy Birthday. Nou, dat leuke meisje, vogeltje erbij, een vlaggenlijntje erbij. En de tekst I wish you all the best things. Dus je kunt deze draaien en dan kun je zelf een andere tekst erbij maken.
een randmal van de JMA-collectie erachter. En ja, je hebt een superleuk kaartje klaar. Dat idee wilde ik vanmiddag ook even een beetje gaan maken. Ik heb nog wel de andere stempeltjes ook even voor jullie afgedrukt. Dit is bijvoorbeeld het stempeltje. Dat is het binnenste gedeelte van deze. Die moet ik nog in gaan kleuren. Een leuk hondje had ik nog gestempeld. Nou, het ovaaltje nog een keer weer gestempeld. De andere bloemenstempel nog. En de twee meisjes. Maar ja, ik heb ze niet kunnen inkleuren. Daar had ik iets te weinig tijd voor. Ik wil nog wel eventjes, want Studio Light heeft deze week nog wat meer producten uitgebracht. Ik wil nog even snel ook de laatste nieuwe producten aan jullie laten zien. Die ook binnen zijn gekomen in de hobbywinkels. En dat zijn deze vier nieuwe mallen. Dat is de Flower Card Shape Mal. Daar ga ik morgenmiddag in onze eigen, of morgenavond in onze eigen groep een live mee doen in combinatie met deze Little Blossom collectie. Een hele leuke window shape card. Ook een leuk model. Kan je ook weer heel leuk met deze collectie gebruiken. Een hele leuke slimline met allemaal hartjes. Nou, die hartjes kun je ook weer leuk als shaker materiaal gaan gebruiken. En een leuke slimline label mal. Dus dat zijn de vier nieuwe malletjes die zijn uitgekomen. En dan heeft Studio Light ook nog glue dots uitgebracht in twee maten. Ze hebben dubbelzijdig tape uitgebracht in drie verschillende maten. De 3 mm, de 6 mm en de 9 mm. En dit is een tape om makkelijk af te scheuren, zeg maar. En dan hebben ze ook nog... Ik ga het er even bij pakken. Ook nog het extra sticky tape. En dat is het, het rode tape, zeg maar, in 3, 6 en 9 mm. Dus dat zijn de nieuwe basisproducten van Studio Light. Dus daar zijn we wel heel blij mee. Zijn het dunne glue dots? Nou, ik heb hem nog niet open gehad, dus ik ga even voor je kijken. Ik denk het wel. Ja, dit zijn gewoon kleine glue dots. Dus gewoon die dunne glue dots. Nou, wij gaan vanmiddag, is de bedoeling, aan de slag met deze standsmal. En dat is de revealwheel mal om zo'n draaikaart te maken. Dus in principe dit draaisysteem wil ik eventjes aan jullie uit gaan leggen. Je moet zelf even kijken welke kant je hem op laat draaien. Ik heb hem zeg maar die kant op laten draaien. Je kan ook de tekst de andere kant op laten draaien. Kijk even wat, hoe het uitkomt. Hoeveel meter sticky tape? Er zit, even kijken, 10,9 yard op 10 meter zit erop. Dus dat is nog wel aardig wat. Ik heb het een en ander voorbereid. Hier moet ik nog, ja, ik heb het half voorbereid, zeg maar. Mijn tijd was eventjes voorbij en de rest moeten we nu nog even doen. Ik moet even nog wat restantjes hier uithalen. Bij deze ga ik er een andere border langs doen. Dus die border wat ik bij deze gebruik komt uit de Mindful Art collectie en dan de Warm & Cozy collectie. Ik weet het artikelnummer even niet uit mijn hoofd. Die wil ik er bij deze aan de zijkant naast gaan maken. Ik heb wat grasjes alvast uitgestanst. Ik heb alvast een framepje uitgestanst. En ik zal even uitleggen wat je dus nodig bent. Je bent één keer het papiertje nodig uit je designpapier. Dus je gaat zeg maar deze basismal uit je designpapier uitstansen. Dan ga je hem één keer uit, ik heb het uit wit gedaan. Wat ik doe is even deze hier achter. En dan leg ik hem
precies in het midden. En dan ga ik hem even tegen mijn licht aanleggen. Want ik wilde deze keer het hartje eruit doen. En ik leek me wel leuk om het hartje een beetje zo in het midden van de kaart te doen. Maar dan moet ik even kijken dat hij precies uitkomt met dat cirkeltje. Dus ik ga even in mijn licht kijken dat ik het cirkeltje goed opplak. En dan ga ik hem met mallentape zet ik mijn hartje even vast. Dus bij die andere heb ik dit figuurtje eruit gehaald. Bij deze wil ik het hartje eruit halen. En dat ga ik eventjes door mijn stansmachine doen. Gewoon even met mallentape vastzetten. Dan gaat het geen kant meer op. Nou, ook hierbij zijn gewoon verschillende manieren om dit vast te gaan plakken. Ik laat straks ook nog even een andere manier zien om het te bevestigen. En Corine Rijngoud die heeft ook al een filmpje gemaakt. Staat ook op het YouTube kanaal van Studio Light. Dus daar kun je het ook altijd nog weer terugkijken. Bij deze wil ik het hartje ietsjes lager hebben. En ik wil bij deze straks mooie gekleurde hartjes gaan maken. Dus deze keer geen tekst, maar gekleurde hartjes. Dan draait deze hier straks achter. En we hebben ook nog een rondje. Nou, wat we hiervoor nodig zijn, is een splitpennetje. Want deze keer wil ik dus een blinde sluiting hebben dat je het splitpennetje niet gaat zien. Je kan het namelijk ook doen dat je het splitpennetje wel gaat zien. Dat ga ik straks laten zien. Maar bij deze wil ik dat dus niet. Dus je pakt een splitpennetje. Even zorgen dat hij ook goed kan blijven draaien. Even kijken. Dan bevestigen we deze daaraan en dat splitpennetje maken we open. Het grasrandje wat ik nu gebruik is van Elisabeth Craft Design. Omdat Studio Light helaas nog niet van die lange grasrandjes heeft. Dus dat is een beetje jammer. Dus daarvoor moest ik eventjes afwijken naar een alternatief. Even kijken. Deze leggen we hier achter. En dan gaan we op dit rondje gaan we wat foamtape plakken. Ik heb hier foamtape van, volgens mij is het 1 mm. En daar pakken we gewoon wat kleine stukjes. Dus zorg ervoor dat je splitpennetje gewoon open blijft. Dus je bouwt een gedeelte om je splitpennetje heen. Die beschermstrookjes die haal je er vanaf. En dan gaan we deze weer eventjes op de juiste plek leggen. Dus even zorgen dat hij hier bovenaan in het midden zit. Dan pak je je tweede pagina, je kaart zeg maar, daar wordt hij op gemat. En je drukt hem eventjes aan. Kijk, en nou zit hij hier vast op. Wil jij nou zeg maar een tekst gaan stempelen? En wil jij alles exact op diezelfde manier hebben? Dan kan je dus met een potloodje. In mijn geval hoeft dat eigenlijk niet, omdat ik gekleurde hartjes uit wil gaan stansen. Maar dan kan je dus dit eventjes na gaan tekenen. En dan kan je later daar precies zien waar je die hartjes gaat plakken en waar je dus eventueel ook teksten kan gaan stempelen. Ik ga de hartjes er straks gewoon tussen plakken, dus in principe bij mij hoeft het niet. Hij had bij mij zelfs nog ietsjes naar beneden gekund. Hier komen straks vier leuke gekleurde hartjes in. Ik ga het in dit geval, wat je dan ook kan doen, als je dus rechtstreeks je tekst hier weer op gaat stempelen, even deze eraf halen. Nu eerst de tekst, weet je, we kunnen ook gewoon die hartjes er even allemaal
Wat zal ik doen? Nee, ik ga ze er gewoon straks op plakken. Gewoon draaien en opplakken. Deze gaan we er weer eventjes opmaken. Dan ga ik deze weer uitgummen. Want die hebben we in dit geval niet nodig. Dus kijk ook nog even naar het filmpje van Corine. Zij heeft het ook gewoon heel duidelijk uitgelegd. Er zijn gewoon echt meerdere wegen naar Rome. En ik had geen zin om exact dezelfde te maken als wat ik al had gemaakt. Dus vandaar dat ik nu gewoon even een alternatief ga doen. Omdat we wel een beetje hoogte moeten houden in ons project, ga ik deze voorzien van een beetje foamtape langs de zijkanten. Hier bovenaan een stukje. En zorg ervoor dat het hier natuurlijk open blijft, zodat je dat wieltje goed kan draaien. Dus plak het niet helemaal muurvast. En er zitten wat verschillende vormpjes bij, dus je kan zelf kiezen welk vormpje je wilt gaan gebruiken bij de reveal wheel. Je kan er dus leuke kinderkaartjes mee maken, maar het kan ook gewoon voor volwassen kaarten. Leuke interactieve teksten erbij, superleuk. Nou, we gaan hier omheen ook nog even een beetje foam plakken. Zit ik alleen eventjes te denken, wat is wijsheid? Want ik had bij deze namelijk een heel leuk de tekst op de kaart zelf gestempeld. En als ik dat straks als laatste ga doen, dan heb ik natuurlijk een probleem. Want dan gaat het niet, dan kan ik niet meer de stempeldruk doen. Dus ik denk dat ik maar gewoon eerst even de opbouw van de kaart nu verder ga doen. En dat ik daarna eventjes mijn hartje ga invullen en dit in elkaar op ga plakken. Gewoon even een andere volgorde. Moet kunnen. Maar anders ben ik bang dat ik straks gewoon de tekst er niet meer bij kan doen. Want deze heeft birthday. Maar ik wil ook hierbij een vlaggetjeslijn gaan maken met happy hierop. En dan birthday ergens anders. Nou, ik heb een leuk meisje uitgeknipt. Die gaat daar nog precies naast komen. Die gaat erbij. Ik had een parapluutje bedacht. Die wilde ik daar nog bij achter. Konijntje en een hondje. Een grasrandje. En dan komt zij in het gras. De paraplu daar weer achter. Deze komt voor het gras. En ons hondje ligt een beetje in het gras. Kijk, dat is toch leuk. De tekst Happy Birthday komt van dit setje. En dat is van de Exploding Box. En bij die Exploding Box hebben wij ook nog een stansmallen set. En die ga ik er dus ook bij gebruiken. Dat is dit setje. En daarvan heb ik dan alleen het vlaggetjeslijntje nodig. Dus heb jij zeg maar deze mal niet? Nou ja, je kan er natuurlijk ook altijd wat anders voor gebruiken, hè? Ik denk dat ik maar deze kleur ga gebruiken voor de vlaggetjeslijn. Dit gaan we even uitstansen. Waar heb ik mijn snijplaatje gelaten? Dat is een grapje. Oh, ik ben net nog één malletje vergeten om te laten zien. Want die is namelijk wel ontzettend leuk en ik was daarmee begonnen. Maar het idee pakte niet uit zoals ik het wilde. Maar het is wel leuk om alvast even te laten zien. Dit is namelijk, ik had hem voorzien van het krafttape.
Dat had ik ook nog willen laten zien. Ja, Studio Light heeft namelijk ook nu het Easy Craft Tape. En dat is dat dubbelzijdige tape. Daar kan je zelf stickers maken van je papier. Nou, ik had deze in het wit uitbedacht. En ik denk van, dat is wel superleuk. Maar hij valt helemaal weg in de achtergrond. Dus dat vind ik jammer. Dus ik moet daar nog even iets anders mee gaan bedenken. Maar dit is dus die mooie bloemenmal. Kijk eens, die is toch ook ontzettend gaaf. En daar wilde ik dan die grote vlinder nog weer bij gaan doen. Maar goed, dat komt later. Mijn tijd was op. Het kleine vlaggetjeslijntje. Van de birthday die past niet bij dit project waar ik nu mee bezig ben. Dus ik moet gewoon even wat anders hebben. De kleur vind ik niet helemaal mooi erbij. Birthday. Kijk, dit is toch leuk. Happy. Ja. Yeah. Als ik nou slim ben, kan ik misschien ook mijn tekst zo krijgen dat hij recht komt. Ik ga het gewoon proberen. Als het niet lukt, hebben we gewoon heel veel pech gehad. Ik ga proberen op mijn acrylblokje om mijn stempeltje recht te trekken. Normaal gesproken is die dus schuin, half gebogen. Maar ik wil deze keer de tekst birthday onder elkaar hebben. Dus we gaan eerst de tekst birth stempelen en dan maken we er D bij. Gewoon proberen. Moet gewoon kunnen. Even kijken. Hij moet ietsjes rechter. Of gaan we het toch schuin doen? Ik vind het wel een beetje creepy worden hoor. Ik hoop echt dat het gaat lukken. Als ik het nou eens eerst even op een proefpapiertje doe. Dat is misschien slim. Birthday. Nou, dat moet gewoon goed gaan. Even kijken. Ik ga hier beurs. Zo. En nu moet het D nog netjes recht. Daar heb ik even een doekje voor nodig dat ik hem ietsjes af kan poetsen. Want anders dan heb ik straks ook het hartje erbij. Dat wil ik niet. Die even schoonmaken. Deze is niet helemaal recht. Birthday. Deze ook nog even schoonmaken. Oh, hij verspringt alweer. Nou, dit is dus niet iets wat heel erg makkelijk gaat. Zien jullie wel? Maar de aanhouder wint. Waar een wil is een weg, zeggen ze altijd. Happy birthday. Kijk, dat is toch leuk. Nou, die tekst happy gaan we in principe op dezelfde manier doen. Alleen moet die dus weer exact op ons vlaggenlijntje gaan passen. Nou, dat is ook weer een... je legt deze dan gewoon in de juiste positie neer. Als je deze dus koopt, dan krijg je hem zo schuin,
half gebogen, zeg maar. En dan past die exact op je vlaggetjeslijntje. Ik ga hem even naar mij toe trekken, want anders zit ik precies met mijn haren in mijn camera. En dan kan ik niet zien of ik mijn hartjes recht heb. Dus dit moet eventjes buiten beeld. Het spijt me. Kijk, zie je? Zo heb je dus de tekst Happy Birthday. Nou, die gaat daar bovenop komen. Dan hebben we dat in ieder geval al klaar. Wat gingen we dan nog meer doen? Ja, dan kan eigenlijk in principe de opbouw alweer gaan beginnen. Ik heb er een beetje gesso bij nodig. We gaan gewoon plakken, want dan kunnen we misschien straks nog een tweede maken. En dat is natuurlijk altijd wel leuk. Want die wil ik dan precies andersom gaan maken. Die wil ik dan dwars een keer gaan maken. Om jullie te laten zien dat je er verschillende mogelijkheden mee kan. Nou, dit stempeltje is wel echt ontzettend leuk, die Happy Birthday. Die hoort dus eigenlijk bij die Exploding Box, maar die past hier ook ontzettend leuk bij. En die teksten zal ik straks even laten zien. Die heb ik dus ook kapot geknipt. Want ik had die kleine tekstjes nodig in dat revealwiel. En dat heb ik dus gedaan door gewoon mijn teksten een beetje kapot te knippen. Moet gewoon kunnen, hè? Gewoon de schade erin zetten. Nou, mijn grasrandje wordt ook een beetje wit. Beetje gesso erbij. Dat is iets, dat moet Studio Light ook nog uit gaan brengen, gesso. Want dat is wel echt een basisartikel voor mij. Ik heb de grasrandjes in twee verschillende lengtes uitgestanst. En dat heb ik bewust gedaan. Eentje die plak ik er onderaan. Die komt zeg maar gewoon plat op de kaart. Dan ga ik mijn meisje ertussen plakken. En dan ga ik de volgende weer met foamtape opplakken. Dus dan krijg je ook nog een beetje 3D effect in het grasrandje. Dit bovenste gras laat ik ook gewoon open. Dus ik plak alleen het onderste laagje eigenlijk vast. Zo, dat is die. Dan ga ik deze met een strookje foamtape vastplakken. Gewoon weer het 1 mm foamtape. Dat is niet zo heel dik. Je moet het natuurlijk ook weer niet te dik gaan maken. Dan krijg je ook van die hele hoge kaarten. Dat is ook niet de bedoeling. Deze plakken we hier weer bovenop. Kijk, zie je, dan hebben we het gras ook een beetje in 3D. Dat ziet er gewoon super leuk uit. Dan komt ons meisje daartussen, want het meisje heeft geen benen. En dat ziet er natuurlijk wel een beetje krom uit. Dus die zit gewoon netjes in het gras verstopt. Ga ik ook met twee stukjes foamtape opplakken. En het onderste gedeelte plak ik weer met een beetje lijm vast. Ja, gesso is gesso, maar kijk, wij zijn nu natuurlijk voor een bedrijf aan het werk. En dan is het voor ons natuurlijk als promotors wel fijn als je binnen je eigen merk, zeg maar, ook alle producten gewoon zomaar kunt pakken. Maar ik snap voor jullie als consument dat het niet heel veel meerwaarde heeft. Deze ga ik ook met foamtape vastplakken. Daar plak ik gewoon kleine stukjes achter. Waar je wel, ja, gesso is gesso, dat zeg ik wel. Maar waar je wel rekening mee moet houden, het ene merk is veel wateriger dan het andere merk. Daar zit zeker wel verschil tussen. Ik merk wel dat de hele goedkope soorten
Ja, dat vind ik veel te waterig. Daar werk ik niet zo heel graag mee. Maar dat is gewoon, ja. Zoveel mensen, zoveel wensen. Het is ook maar net wat voor, ja. Wat voor eisen stel jij eraan? Deze ga ik zo vastplakken. En dan komt daar straks nog een leuk klein lintje aan vast. Even kijken. Hier had ik nog een parapluutje. Want stel je voor dat het gaat regenen op je verjaardag. Dat zou toch zonde zijn. Dan moet je wel een mooie gekleurde paraplu bij de hand hebben. Dat snap ik, maar ik zou zeggen, maak dan nieuwe mallen of zo. Ja, maar ja, malletjes zijn er in principe ook al voldoende. En ja, wij gaan natuurlijk een beetje de breedte in. Ik vind, ik zou heel blij zijn als we ook gewoon echt die basisproducten vanuit Studio Light zouden kunnen promoten. En dan ook gewoon met een goede kwaliteit producten. Maar dat is maar net, ja. Je hoeft het niet aan te schaffen, hè? Ja, snap ik dat er nieuwsgierige vragen zijn. Ik geef er ook gewoon, ja, naar mijn idee een antwoord op. Misschien dat Studio Light ook wat totaal anders erover denkt. Zou zomaar kunnen. Maar meestal is Sander wel aardig met mij eens, laat ik het zomaar zeggen. Met mij en met de rest van de dames. Nou, ik plak dit soort elementjes echt vaak op. Gewoon met een beetje foamtape. Konijntje er weer voor. Nou, daar gaan nog wat leuke bloemetjes weer bij komen. Ik kan wel alvast mijn achtergrondje vast gaan plakken hierop. Dus ik kan hier al die dingetjes af gaan halen. Ik ben een beginner, maar wat zie ik mooie voor kaarten voorbij komen? Nou, superleuk. Dankjewel voor de leuke reactie. We doen ons best om jullie te inspireren. En heb je vragen als beginner zijnde of ook wel gevorderden, die hebben ook vaak nog wel vragen. Stel ze gerust. Wij doen ons best om jullie ja, zo goed mogelijk te helpen. Nou, omdat ik deze kaart er wel heel precies op wil hebben, ik ben Pietje Precies, doe ik dus even een klein beetje lijm op mijn foamtape, want dan kan ik er namelijk nog een beetje schuiven. Dan weet ik zeker dat mijn kaart recht zit. En ik leg mijn kaart dan ook vaak eventjes zo neer, zodat ik weet dat hij overal netjes recht zit. Want dan kan je hem namelijk een beetje matten. Dat is voor jezelf een beetje een extra ding, zeg maar. Dan kan je hem gewoon op de tafel recht leggen. Dan plakken we hem op een dubbele onderkaart. Nou, dit kan gewoon weer met lijm of met eventueel zou die dus kunnen met het Easy Tear Tape. We hebben namelijk ook dat fijne dubbelzijdige tape van Studio Light. Waarmee je dus gewoon kaarten kunt plakken. Want niet iedereen houdt ervan om met lijm te werken. Er zijn ook mensen die het veel fijner vinden om met tape te gaan werken. Nou, dit is het Easy to Tear Tape. En dat betekent dat je dus makkelijk kan scheuren en dat je geen schaar nodig bent. Nou, even eentje overdwars erbij. Nou, dit kan je ook heel makkelijk eraf halen. Gewoon even met je nagel eronder. Er zijn ook prikpennen voor. Kan allemaal, maar ik doe het heel vaak gewoon met mijn nagel. Wat dat betreft ben ik niet altijd een hele goede verkoper. Wat ik met mijn nagels kan doen, dat doe ik daarmee eigenlijk. Deze
Hij gaat hier niet helemaal recht. Deze plakken we daar weer op. Kijk, dan zijn we al een heel eind. Nou, ik had gezegd, ik wilde een lekker romantisch kaartje van. Dus ik ga deze randmalletjes nog weer achter plakken. Die plak ik gewoon aan de binnenkant van mijn kaart. Dus gewoon met een beetje lijm plak ik deze strookjes vast. Dus aan de achterkant van mijn kaartje. Deze komt hier achter. Nou, mijn kaartje is 10 bij 15 centimeter. En deze stansmal is ook precies 15 centimeter. Dus dat is super handig. Nou, nu denken jullie, we hebben nog helemaal niks gedaan met dat draaiwieletje. Ik ga er zo meteen leuke gekleurde hartjes van maken. Dus dan elke keer als je het wieltje gaat draaien, komt er een ander kleur hartje tevoorschijn. Dat leek mij wel een keer leuk. Dus deze keer geen tekst, maar alleen een leuk hartje wat tevoorschijn komt. Nou, kijk, zie je, zo heb je al gelijk helemaal een andere look bij je kaart. Er komen nog twee kleine touwtjes op. Een witte. En dit is een heel klein strikje van hemcord. Dus ik maak daar gewoon echt een heel klein inimini strikje even van. Eentje komt aan die kant. En eentje aan de andere kant. Gewoon even een beetje weer aantrekken. Want het moeten gewoon echt leuke, kleine, schattige strikjes komen. Is het hemcord alweer voorradig? Oh, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen, Dick. Momenteel is het bij de groothandels echt drama met sommige producten. Het duurt echt lang voordat dingen weer binnen zijn. Dus ja, daar kunnen wij helaas niks aan doen. Kijk, dat is al leuk. Nou, ik mis nog wat decoratie, maar we hebben ook nog hele leuke vlindertjes. Ik heb al van alles uitgeknipt. Oh, wat we ook nog kunnen doen, die kleine hartjes, kunnen we straks ook nog weer hier nog eventueel op plakken. Ik ga eerst even wat hartjes uitstansen. Laten we daar maar mee beginnen. Dan moet ik even wat papier hebben. Dan moet ik even kijken welke kleur hartjes we gaan doen. Ik denk haast dat ik twee leuke groene hartjes ga doen en dat ik twee roze hartjes ga doen. Even kijken, waar had ik nou mijn hartjesmal neergelegd? Dat is deze. Nou, wat ik dan vaak doe is gewoon even twee papiertjes bovenop elkaar en ik ga gewoon twee hartjes tegelijk uitstansen. Misschien mag het wel niet, maar ik doe het gewoon stiekem. Nu ben ik eigenlijk niet heel slim geweest. Ik had deze namelijk eerst moeten maken. En daarna pas deze moeten gaan maken, deze erop gaan maken, want ik kan nu straks niet meer doorheen kijken dat ik ze alle vier op dezelfde manier ga krijgen. Dus dat ga ik eventjes, denk ik, achteraf nog doen. Maar deze komt hier dus ingeplakt. Ik ga er eentje in ieder geval vastplakken. Ik doe het gewoon even met een glue dotje. Dan kan ik het straks na die tijd nog even fixen dat ik het allemaal netjes recht ga krijgen.
ga jullie namelijk de bedoeling laten zien wat ik wil. En dat is een leuk groen hartje. En als ik nu ga draaien, draai ik mijn groene hartje weg. Dan ga ik even twee roze hartjes uitstansen. En het leuke van deze hartjes is dus dat je ook een mooi schulper of stiksteekrandje er langs krijgt. Dus je kan deze hartjes gebruiken voor zowel de outline als de binnenste. En dat is natuurlijk wel ontzettend leuk. Kan je ook nog leuke kleine shaker gedeeltes weer van maken. Een beetje mica erachter en je hebt weer een schutgedeelte. Dus mogelijkheden genoeg weer. Dus deze ook even met een glue dotje even vastplakken. Nou, dan moet ik dus eventjes uitzoeken dat ik dat allemaal exact op de goede plek ga krijgen. Zodat als je elke keer gaat draaien, dat je een ander kleurtje krijgt. Maar dat gaat goed komen. Dus nog even weer een groene. En hier kan je dan eventueel, als je dat hebt, ook nog weer een leuk klein hartje opstempelen of een leuke tekst. Als het bijvoorbeeld iemand is met... je kan er ook nog bijvoorbeeld... hoeveel jaar? Dan stempel je hier nog de tekst jaar in. Nou, kijk, ik kom nu dus eventjes niet helemaal uit, omdat ik het niet helemaal netjes heb gedaan. Maar in principe is dit dus de bedoeling, dat je zo vier verschillende hartjes gaat krijgen. Dus dat elke keer als je draait, dat er een nieuw kleurtje komt. Dus groen, roze, groen. En als ik het helemaal netjes doe, en dat ga ik dus achteraf nog even doen, komt die roze dus weer pietje precies daarachter. Maar dat komt nog. Kijk, ik heb nog hele leuke vlindertjes. Die gaat er nog bij komen. Ik heb nog een leuk klein vlindertje om uit te knippen. En volgens mij moet ik ook nog een... Of doen we deze erbij? Wacht even. Oh, jullie zitten allemaal ingespannen te kijken, zie ik. Jullie zitten me allemaal op de vingers te kijken. Nou ja, het mag. Het mag. Hé, hey, dat is ook leuk. Ik ga daar een roze strik op de kont maken. Even kijken, wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog meer? Ik heb in ieder geval genoeg geknipt. Of we kunnen ook het... Nee. Niet dat strik. Happy birthday. Ik vind dat kuikentje ook wel leuk. Maar ja, dat wordt wel weer heel veel. Nee, we gaan het gewoon zo vastplakken. En meer gaan we er niet op doen. Want anders wordt het gewoon veel te veel. Gewoon dit vastplakken. Dus hier komt nog een leuk klein vlindertje. Ik ga er alleen nog een paar van die hele leuke kleine dingetjes op plakken. Maar die heb ik thuis liggen. En in eerste instantie was het ook mijn bedoeling om gewoon vanuit huis live te gaan. Maar het was zulk uitnodigend weer om toch nog even snel een loopronde te maken. Dat ik denk van ja, als ik vandaag wil lopen, dan moet ik het wel voor de live doen. Na de live red ik het ook niet meer. En... ja, dan moet ik maar even snel een beetje wat dingetjes verzamelen. Dus vandaar dat ik ook gewoon niet alles mee heb kunnen nemen. Maar dat geeft niet. Strikje komt er zo in 3D nog weer op.
Kijk, want ik had bij deze had ik van die hele leuke kleine bloemetjes. Dat is eigenlijk shaker materiaal, maar dat is ook ontzettend leuk om dus hier gewoon op te maken. Ik ga nog even met mijn witte Tosca-pen wat spetters aanbrengen. En misschien ook wel met een zwarte. Even kijken, dit is de witte. Nu moet ik nog even een. Of dit is de zwarte bedoel ik. Nu moet ik nog even een witte pen hebben. En ik denk dat ik om deze een leuk klein kadertje ga maken. Ja, dit weer, dat nodigt toch gewoon echt uit om lekker naar buiten te gaan. Daar word je toch gewoon echt vrolijk van. Ik tenminste wel. Met een dunne Posca of fineliner, zeg maar, maak ik nog even een klein doodelrandje. Dat is gewoon echt even een ja, klein extraatje. Het kan, het hoeft niet. Kan je ook onder bij het grasrandje doen, maar dat vind ik eerlijk gezegd niet zo heel erg leuk. Je kan eventueel deze vlaggenlijntjes nog ietsjes een accentje geven. Wat ik vaak doe is met een witte pen toch nog even ook wat kleine accentjes. Niet te veel, ook bijvoorbeeld in de haartjes nog een beetje. Konijntje. Het geeft gewoon net even een klein beetje dat extraatje. Een beetje erop spetteren. Ook niet te veel. Te veel is nooit goed, zeggen ze, hè? Alles met te is niet goed, behalve tevreden. En ik ben straks echt wel tevreden over dit kaartje, met uitzondering van mijn draaigedeelte. Dat moet ik dan nog eventjes aanpassen. Maar dat gaat nog goed komen. Kijk, een paar zwarte spettetjes, dat maakt toch de achtergrond weer een beetje, ja, hoe zal ik het zeggen, minder clean. En je hebt het gewoon net even weer wat leuker. Dus dit is zeg maar het, ja, het revealwiel gedeelte. Deze keer dus met een leuk gekleurd hartje wat tevoorschijn komt. Dus je hoeft het niet per se met teksten te gaan doen. Het kan ook met gekleurde hartjes. Is ook voor kinderen superleuk. Wat ik bij die andere manier had gedaan, en ik ga dat niet meer redden om dat uit te leggen, of om deze ook helemaal te maken, maar ik ga het wel eventjes aan jullie uitleggen hoe ik dit heb gedaan. Je kan het namelijk ook gewoon doen met het splitpennetje er doorheen. En wat je dan doet is, je pakt dus ook gewoon weer een splitpennetje. Een rondje en je revealwiel en in principe oh, wel eventjes aan de goede kant kan je hier dan ook je foamtape weer tussen doen zodat hij ook daar gewoon goed kan blijven schuiven dat je net iets meer bolling hebt en ik heb hier mijn tekst al eruit gehaald. Dus wat je dan doet, er zitten ook van die lijntjes tussen. Ik weet niet of het voor jullie in beeld zichtbaar is. Er zitten van die een klein beetje geëmboste lijntjes. Daar zorg je voor dat die precies in het midden komen. En dan teken je eventjes met een potloodje lichtjes af waar die tekst moet komen. Dus dat is nummertje 1. Nummertje 2. Nummertje 3. En nummertje
4. Oké, maar dan heb je dus een splitpennetje altijd zichtbaar in beeld. En ja, de ene keer is dat natuurlijk wel leuk, de andere keer is dat niet leuk. Zoals bij deze, ja, als je een hartje hebt, dan is het niet leuk als je daar ook nog een splitpennetje bij hebt. Dus vandaar dat ik bij deze gewoon voor een blinde sluiting heb gekozen. Maar het kan dus op verschillende manieren. Nou, die teksten kan je ook dus zeggen van, ik plak daar deze op. En die plak ik dus weer exact op deze strookjes en ik stempel hier mijn tekst op. Maar je kan ook rechtstreeks op jouw wiel gaan stempelen. En dat had ik bij deze dus ook gedaan. En die teksten wat ik had gebruikt, die zijn eigenlijk te lang. Kijk, de tekst was I wish you all the best things. En dat waren 3 letters of 3 stempeltjes. Ik heb gewoon best heb ik losgeknipt, dus ik heb er 4 stempeltjes van gemaakt. En dan ga je eventjes alles exact. Oh, ook even mijn stempeltje verplaatsen. Dan zorg je dat je dus exact in jouw rondje gaat stempelen. I wish you all the best things. Nou ja, ik was een beetje aan het zoeken van wat voor teksten. We hebben helaas bij Studio Light nog niet zo heel veel kleine teksten wat hierin passen. Maar wie weet gaat dat nog wel komen in de toekomst. I wish you all the best things. Nou, dus in principe mijn inkt nog niet helemaal droog. Dus ik ga het even heel voorzichtig weggummen. Maar je gumt nu dus je lijntjes even weg. En dan ziet straks helemaal niemand dat jij een beetje hulp gebruikt hebt om dit gewoon netjes recht te gaan stempelen. Zo. En dan kan je deze dus weer hier achter gaan maken. Kan je ook met foam tape doen. Deze maken we daarna vast. Dan kan je weer met foam tape doen, zodat hij ietsjes hoger komt te liggen. Onderkaartje eronder. En kijk. I wish you all the best things. Dus dan kan je echt zo'n leuk schuifkaartje maken. Nou, hier kan je dan het grasrandje bijvoorbeeld onderlangs gaan doen. Ik had hier dus al wat langer gras gemaakt. Nou, kan je ook weer leuk op gaan bouwen. Een leuk hondje erbij, want we hadden nog wat andere leuke hondjes. Nou, ik zal nu de opbouw niet helemaal gaan doen, want dan zijn we weer heel erg lang bezig. Nou, ik kan eens even kijken of we een beetje... Oh, deze is op zich ook wel leuk. Oh, we kunnen ook nog zeggen, kijk, ik kan ook deze hier overheen laten gaan. Dan hebben we uiteindelijk ons splitpennetje weer helemaal verwerkt. Het splitpennetje is nu weer weg. Moet ik alleen nog iets anders bedenken in het gras aan deze kant. Konijntje erbij vind ik eigenlijk weer een beetje veel. Misschien dat dit meisje nog wat bloemen kon brengen. Nee, die... Ik wil deze hier laten staan. Dus dan moet ik nog even bedenken wat daar precies gaat komen. Weet ik nog eventjes niet. Misschien nog wel een mooie bloembak of zo. Of deze in de laars. Maar dat vind ik te veel hondjes worden, denk ik. Dan wordt het wel een hele hondenparade. Deze misschien, die gieter met het hondje. Kijk, dat is wel weer leuk.
Nou, daar ga ik nog eventjes over brainstormen wat exact allemaal gaat komen. Maar ik denk een beetje dit opzetje en dan heb je ook zo weer een leuk schattig kaartje klaar. Nou, daar kan dan wel dat leuke eendje bij. Kijk, eendje er weer bij. Vlindertje erbij. Nou, ik denk dat we het gewoon zo vast gaan plakken. Helemaal leuk. We kunnen ook in plaats van het hondje het konijntje doen. Konijntje naast het gietertje. Kijk. Nou, dan hebben we zo weer een tafereeltje klaar. Dus het is echt een super leuke collectie waar je van alles mee kan doen. Ik hoop dat ik jullie hier weer een beetje mee kon inspireren. Morgenavond heb ik zelf nog een live met deze uitzending of met deze collectie. En dan ga ik aan de slag om er een leuke romantische kaart mee te maken. En dan ga ik met deze mal erbij aan de slag. Hoe en wat precies weet ik nog niet. Dat moet ik morgen nog even bedenken. Dus dat komt nog. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor de gezelligheid. Leuk dat jullie er allemaal weer bij waren. En heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doeg!